Zeg eens, wat is het eerste waar u aan denkt als ik zeg fundamentalistisch tegen homo's en ongelijke behandeling van vrouwen? Precies, dat zullen de meeste mensen denken. Maar misschien is het in ons land eerder dit. We luisteren naar Ad van Nieuwpoort, dominee in Bloemendaal, op Radio NPO 1. Maar je moet je natuurlijk voorstellen dat in Nederland zitten ongeveer 1,5 miljoen orthodoxe christenen die als het gaat om de positie van de vrouw of als het gaat om de positie van homo's daar eigenlijk toch heel veel vragen bij hebben. Wacht even, 1,5 miljoen orthodoxe christenen? We vragen de dominee hoe die bij die cijfers komt. Ik heb even de landelijke kerk gebeld, de woordvoerder. Waar hebben we het nou over? Hè? Als we het nou hebben over die Bible Belt. In Nederland zijn de meeste denominaties in de kerk van heel de wereld. Hè? Dat zijn er geloof ik wel 47. Ja. Alleen al aan protestantse zijde. Als je dat allemaal zo'n beetje bij elkaar optelt, dan kom je dus op 1,5 miljoen mensen. Goed, laten we die optelsom zelf ook eens maken. De christelijke gereformeerde kerken. De gereformeerde gemeente, de vrijgemaakte gereformeerde kerken, de gereformeerde gemeente in Nederland, de oud gereformeerde gemeente in Nederland, de gereformeerde gemeente in Nederland buiten verband, de gereformeerde kerken in Nederland hersteld, de Nederlandse gereformeerde kerken, de hersteld hervormde kerk, de voortgezet gereformeerde kerken, de migrantenkerken, de zevendagsadventisten, de evangelische christenen, de Jehovah's getuigen, de Pinkstergemeente, het conservatieve deel van de PKN. Opgeteld zijn dat ruim 2 miljoen orthodoxe kerkleden. En de strenge katholieken zitten er dan nog niet eens bij. Is die 1,5 miljoen nog een afronding naar beneden ook? Maar goed, die orthodoxe christenen zijn natuurlijk niet allemaal tegen vrouwen en homo's of zoiets. Laten we eens eventjes gaan kijken naar wat de cijfers afkomstig uit diverse onderzoeken daarover zeggen. Het aantal kerkgaande mensen dat de levensstijl van homo's afwijst. Het aantal dat SGP stemt. Het aantal christenen dat nooit vrienden zegt te zullen worden met een homo. Het aantal christenen dat vindt dat de vrouw niet moet werken. Dat is dus een harde kern van, naar schatting, 250.000 orthodoxe christenen die star en intolerant zijn. Oké, en de moslims, dat zijn er in Nederland ongeveer 850.000 en daarvan zijn er zo'n 600.000 orthodox in hun geloof. En laten we weer eens kijken, het aantal dat vindt dat de man moet werken, het aantal dat tegen de levensstijl van homo's is, het aantal dat gescheiden ruimtes wil voor mannen en vrouwen. Het aantal dat vindt dat de vrouw voor de kinderen moet zorgen. Kijk, dat is een harde kern van zo'n 50.000 tot 200.000 intolerante moslims. Je ziet, relatief gezien zijn er bij de moslims een stuk meer intolerante gelovigen dan bij die christenen. Maar omdat er in Nederland zoveel christenen zijn, vormen de intolerante christenen nog altijd de meerderheid. Die vergeten we altijd. Dus ja. We hebben het altijd over die eindeloos veel moslims in dit land. Maar bedenk ook eens even hoeveel van dit soort mensen, zeg maar echt, ja, ik noem dat dan, maar dat heeft meer met mijn eigen positie te maken. Hè? Wat orthodox, fundamentalistische christenen, zullen we zeggen. Ja. Maar die zijn, dat is natuurlijk toch een hele grote groep.